Trouwens, zoals je wel kan zien, staat er dit keer een redelijk windje aan de parkade. Niet zoveel zon als de afgelopen dagen, maar we mogen echt niet klagen. Want we hebben echt fantastisch weer gehad voor de afgelopen paar dagen dat het schip hier lag. Op het moment dat ik het aan het filmen is het de vrijdag. Dat betekent dat we alweer aan de laatste dagen van de shiptours zijn aangekomen. En dat het schip al bijna gaat vertrekken uit Rotterdam. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar voor mij zijn de afgelopen dagen echt ontzettend snel gegaan. Maar ook zo leuk geweest. Ik heb heel veel van jullie mogen spreken. Ik heb zelf een shiptour mogen doen. Ik heb wat vrijwilligers mogen spreken. En de mensen die ik heb gesproken over een shiptour, daar hebben jullie misschien in de vorige vlog ook wel wat over gezien. Die vonden het super leuk. Maar ik had ook het geluk om wat, ja, als ik het zo mag zeggen, bekende Nederlanders over de Global Mercy te mogen spreken. Deze reacties vond ik ook echt heel bijzonder en wil ik jullie zeker niet onthouden. Dus hier even een paar bekende gezichten over wat het zo wie ik in de afgelopen tijd ben tegengekomen en wat ze precies over de Global Mercy te zeggen. Hey, we hebben zojuist een fantastische dienst meegemaakt en ik sta hier met niemand minder dan Hallo. Kees Kruinhoort. Hey, en Kees, je hebt al als worshipships leader heel veel op verschillende mooie plekken gespeeld, maar ik denk nog nooit naast het grootste ziekenhuisschip ter wereld. Dus wat vind je hiervan? Ja, ongelooflijk gaaf. Ik zat voortdurend naar buiten te kijken, want hij ligt hier naast de Global Mercy. En met een soort schuin oog te zingen terwijl we het schip lager liggen. Kijk, er is nog één stap die we kunnen doen. En dat is op het schip zingen. Maar dat is nog een droom, die houden we vast. Maar voorlopig is dit de top level. Ja, en je net het laatste lied had je een hele mooie boodschap. Je zei iets van, here I am, Lord send me. Ja. Nou zijn we bij Mercy natuurlijk ook heel erg op zoek naar mensen die dat zeggen. Wat voor boodschap heb jij voor deze mensen die misschien dat gevoel een beetje in hun hart hebben? Wat zou jij tegen hen willen zeggen als ze het gevoel hebben van, misschien word ik wel gezonden? Ja, nou kijk, allereerst, ik vind het zo belangrijk om te zeggen dat de kerk niet bestaat uit dominees en organisten, weet je. Dat de kerk bestaat uit mensen wereldwijd die simpelweg gewoon dat gebed leren bidden. Als vader, als moeder, als schilder, als metselaar, als machinist, als dokter, als verpleegster. Gewoon in mijn gewone leven, Heer, hier ben ik, zend mij. En soms zendt God ons om de hoek. En soms zendt hij ons met zo'n boot mee. En er is altijd in dat zend mij een risico. Dat is er altijd. Maar dat is denk ik juist het mooie van wandelen met Jezus. Vanmorgen zei David de Vos er iets over. Het is ergens een beetje wandelen op het water. Dat risico-element van Heer, zend mij. Je weet nooit precies wat er gaat gebeuren. Maar dat maakt het leven juist zo ongelooflijk gaaf. Nou, ja, ik ben echt onder de indruk. Ik ben niet zo vaak stil. Maar nu eigenlijk wil ik stil zijn. Omdat het zo indrukwekkend is hoeveel impact je kan hebben voor de allerarmste. En ook de gedachte dat alleen het allerbeste goed genoeg is voor hen in nood. Dus met Global Mercy is er gekozen voor de beste kwaliteit. Goede medisch specialisten, goede verpleegkundige teamen, alle medewerkers eromheen voor de allerarmste. Dat is echt indrukwekkend. Nou ja, sowieso onder de indruk van enorme hoeveelheid toegewijde vrijwilligers op alle divisies. Mensen die ik niet kon bedenken die hier dus wel vrijwilligers zijn. Dat zijn niet alleen dokters, hoewel die een heel belangrijke rol spelen. Onder de indruk van de grootte van het schip, van de kwaliteit, hoe professioneel het is. Maar ook van de verhalen die ik heb gehoord wat er gebeurt buiten de schepen. Het zijn niet alleen die paar schepen, maar de hele gezondheidssituatie in een land kan onder de loep genomen worden. Er wordt meegenomen door training en dergelijke. En dat vond ik wel echt heel mooi. En dat was voor mij wel even het nieuwe. Het gaat niet alleen om dit schip. Nou, dit is dus echt super toevallig. Ik liep hier net op de parkade om eens even te kijken hoe het eraan toe ging. En wie kom ik tegen? Meneer Jan van den Bos. Hey Jan, wat super leuk om je te zien. Zeker, Julia. Ja. En ik herinner mijn allereerste interview met jou over Mercy Ships. En dat is alweer jaren geleden. Sinds die tijd heb je ook het virus, hè? Het Mercy Ship virus. Ja, het goede virus. Ja. Ja, zeker. Ik ben ongelooflijk blij dat ik voorzitter mag zijn van deze fantastische organisatie. Dat snap ik. Ik ben al zoveel jaar bij betrokken. Je doet het ook zo leuk en zo enthousiast. Iedere keer als ik jou ook zie en over Mercy Ships hoor. Je krijgt net als al die oudgediende vrijwilligers zo'n enorme glans over je gezicht heen. Dus dat is super leuk om dat te zien. Ja. Maar weet je, het is zo mooi. Ik heb al die jaren gezien, al die duizenden mensen die aan boord als vrijwilligers zijn gekomen. En dat raakt me altijd. Dat zijn de echte helden. De mensen die hun huis opgeven. Die zeggen, we gaan 2 jaar aan boord wonen met 3 jonge kinderen, bijvoorbeeld. Ja, dat is gaaf, om de allerarmsten te helpen. Ja. Kan je er niet bij stralen?
Nee, ik snap het helemaal. Ja. Maar voor mij ben jij ook een beetje Mercy Ships held, Jan. Ik vind het echt ontzettend tof wat je allemaal voor Mercy Ships doet. Hoe enthousiast je bent. En Jan heeft nog een hele speciale boodschap ingesproken. Dus laten we daar eens even naar gaan kijken. Een droom van mij is uitgekomen. 4 jaar geleden was ik in de bestuursvergadering in Washington. En toen zei ik tegen mijn collega bestuursleden... Als de Global Mercy door het Suezkanaal komt, dan is het even doorvaren naar Rotterdam. Nou, ze waren daar niet direct enthousiast over. En voor mij is het niet alleen ontroerend, aangrijpend, maar ook een heel mooi moment in al die jaren, die 40 jaar dat ik bij Mercy Ships betrokken ben, dat ons geweldige schip hier ligt. En iedere keer als ik naar dit schip kijk, dan ben ik dankbaar. 7000 vierkante meter ruimte om patiënten te ontvangen. En om die mensen gaat het. Ik heb ze aan boord zien komen. Hulpeloos, radeloos, reddeloos. Ik heb ze van boord zien gaan met hoop en genezing. En daar is waar we voor staan. Mercy Ships, ik sta er voor 1000% achter. Wij volgen het model van Jezus. 2000 jaar geleden zei hij, heb je naaste lief als jezelf. En wij willen onze naaste lief hebben vanuit de bewogenheid van die opdracht. 2000 jaar later staan we hier. En hier ligt zo'n voorbeeld, de Global Mercy. Welkom aan boord. Nou, hoe gaaf is dat om al die reacties te zien van Cor, van Jurrien, van Kees Kraaienoord. Dat enthousiasme van Jan van der Bos. Het is echt mega aanstekelijk. Ik vind het echt heel leuk. Ik krijg er ook ontzettend veel energie van om dat te horen, te lezen, te zien. Dus mocht jij in de afgelopen tijd ook een shiptour gedaan hebben, of dat nou fysiek of online was... Plaats dan eventjes een reactie onder deze video. Ik ben even heel benieuwd wat je ervan vond. Heb je nog leuke foto's, een filmpje of een andere ervaring die je echt heel graag wilt delen? Zet het dan even in een reactie onder deze video, want ik ben echt ontzettend benieuwd. En zoals ik al zei, ik vind het echt, ja, ik en de rest van het team vinden het ook echt super leuk om dat te lezen. Dus schroom niet, laat van je horen. Wij gaan nog even genieten van de laatste dagen dat de Global Mercy op de Parkade in Rotterdam ligt. Voordat zij weer doorvaart naar haar volgende bestemming. En nog even lekker genieten van de laatste momenten van dit super, super toffe evenement.